Nieuwbakken notaris Margriet Apinsa zal kantoor buiten het centrum van Paramaribo houden. Dit is een ontwikkeling die volgens hofpresident Iwan Rasul Baks toegejuicht moet worden, omdat de dienstverlening naar de samenleving dichterbij huis komt. De hofpresident sprak vandaag tijdens de beëdiging van Apinsa tot notaris en Stephanie Ramotar en Rafina Baldeel tot kandidaat notarissen. De benoeming vond plaats bij het Hof van Justitie. Ook de rechtspraak maakt zich in samenwerking met het departement van Justitie op om de dienstverlening te deconcentreren voor betere toegankelijkheid en bereikbaarheid. Als alles goed verloopt, zal in de eerste helft van 2023 civiele zittingen gehouden worden in de districten Marowijne en Brokopondo. De diensten van Justitie, met name het bureau Rechtszorg met kosteloze rechtsbijstand en het bureau voor familierechtelijke zaken, zullen ook kantoor houden in genoemde districten. Ten einde de burgers van die gebieden tegemoet te komen met de dienstverlening, zodat ter plekke rechtszaken ingediend en behandeld kunnen worden, waardoor de burgers kosten, moeite en tijd bespaard zullen worden. Rasul Bak zegt dat met de beëdiging van de drie juristen invulling is gegeven aan het toegankelijker maken van de rechtspraak. Apinsa zei tijdens haar toespraak dat zij als notaris het verschil wil uitmaken van de rest. Als jonge vrouw maakte ik kennis met politiek om vandaag de dag te moeten concluderen dat het niet zo goed gaat met mama Sranang. Aan mama Sranang heb ik te melden dat ik blij ben met deze benoeming. Niet voor groot, maar simpel om als notaris een verschil te maken in het nemen van verantwoordelijkheid. Zodat ik het fenomeen van verantwoordelijkheid nemen als onderdeel van mijn nalatenschap kan nalaten, zodat de boedel, de totale gemeenschap, daarvan deelgenoot kan zijn. Verder draag ik mijn benoeming tot notaris op aan de totale gemeenschap van Suriname. En simpelweg vanwege het Maron zijn, in het bijzonder aan de Maron gemeenschap. De notaris stelt dat zij haar verantwoordelijkheid die het werk met zich meebrengt niet uit de weg zal gaan. Apinsa merkt op dat zij haar inspiratie vooral heeft geput uit haar moeder, die haar voorbeeldfiguur is geweest als iemand met een liefdevol, hardwerkend en vooruitstrevend karakter.